Ik ben afkomstig van Ethiopië en toen ik 7 jaar oud was, is mijn mama eigenlijk overleden. En dan heb ik ook direct moeder moeten spelen voor mijn broer en zus. En in deze moment heb ik dan de armoede gekend en ik was echt een straatkind en ik kon ook niet naar school en ik had zoveel honger. En nadat mijn vader had eigenlijk een nieuwe vrouw, maar die persoon was eigenlijk helemaal een slechte persoon, dus er was ook geen klik met ons. En mijn vader had ook dan besloten voor ons in een weeshuis te steken. En ik heb daar 1 jaar gezeten. En nadat ben ik dan geadopteerd geweest in 2007 naar België. En nu ben ik Miss België geworden. En mocht ik dan mijn roots gaan opzoeken. En ben ik teruggegaan naar Ethiopië. Heb ik ook mijn vader terug ontmoet na 15 jaar. Deze tijd was echt een van mijn mooiste tijd, maar daar heb ik eigenlijk terug mijn jeugd te zien. Dat was zo hard en hartscheurend hoe kinderen daar rondliepen, dat ze zo arm waren. Maar ik zag eigenlijk mezelf terug als kind. En deze heeft mij zoveel courage en heeft mij zoveel opportuniteit te helpen om meer kinderen die eigenlijk in armoede leven. Hier in België leven er 1 op 5 kinderen in armoede. En geen ene kind verdient dat. Niet hier in België en ook niet in Ethiopië. Ik wil gewoon deze kinderen een nieuwe kans geven en een nieuwe toekomst.